velen van jullie zullen denken, je moet dat niet doen. Ja, samen is niet zo fijn, hè. Goedemorgen iedereen. Ik zit al in de auto, as you guys can see. Het is 20 na 8. Ik sta al vast hier aan de lichten. Het duurt altijd zo lang hier in Hasselt, maar ja, ça va. En vandaag ga ik mijn lippen weer laten doen. Ik wil ten eerste zeggen dat ik dit helemaal niet wil promoten of niet wil zeggen van je moet dat ook gaan laten doen. No way. Want ik weet dat er... Sorry trouwens als ik nog iets tussen mijn tanden heb zitten. Maar ik was net nog aan het eten. Ik weet dat er heel veel protest is geweest tegen de Temptation Island meisjes of zoiets. Omdat die dat promoten. Ik heb het niet echt gevolgd. Maar het schijnt zou die dat promoten. Dan kreeg je 50% korting als je dat ook ging doen. Ja, dat is niet waarom dat ik dit met jullie deel. Iedereen is goed hoe dat die is. Mijn lippen zijn voor velen ook goed zoals ze zijn. Maar natuurlijk in deze tijden met de wereld van social media en tv en zo, dat je dingen ziet. Ik wil graag dikkere lippen en dat kan daar invloed op hebben, dat weet ik niet. Ik wil al heel lang, dus daarom ga ik dat doen. We gaan naar Carpe Clinic. We zijn er al 3 keren geweest. Dit is de 4e keer dat we gaan. We doen hyaluronzuur, geen fillers. En hyaluronzuur wordt afgebroken door uw lichaam. Dus ik, ja, daarom dat je eigenlijk niet meer echt iets ziet momenteel in mijn lippen daarvan. Omdat ik een heel snel, omdat ik een heel snel werkend metabolisme heb. En hoeveel te sneller dat je metabolisme werkt, hoeveel te sneller dat die de hyaluronzuur in je lichaam afbreekt. Dit is natuurlijk echt puur mijn eigen keuze. Ik wil dat graag doen en... Velen van jullie zullen denken, je moet dat niet doen of doe dat niet. Of ieder zijn mening daarover. Ja, ik wil dat graag doen en dat is gewoon puur mijn eigen keuze. Dus ik hoop dat jullie dat natuurlijk begrijpen. Maar ik denk dat wel, want jullie zijn altijd super lief. Hallo, ik ben thuis ondertussen. Het is 6:15. En ik ga even mijn camera wat donkerder zetten, voilà. En ik besef dat ik mijn lippen nog niet echt heb laten zien. Het is de eerste dag, dus ze zijn echt heel gezwollen. Ik voel het ook, vooral van boven. Oh. Ik voel echt dat ze heel gezwollen zijn. Dus dat gaat echt nog allemaal weg. Wat je nu ziet, gaat de helft nog van over zijn. Maar dat vind ik niet erg, want dit is misschien een beetje te dik. Zo zien ze er opzij uit. En zo langs voor. Als ik lag. Oh, dat gaat nog niet goed. Oké, dat gaat nog niet zo heel goed, want mijn bovenlip is best heel stijf. Ik zie ook blauw deze keer. Dat heb ik nog geen ene keer gehad. Hier, als jullie dat zien. En hier... Ja, het valt wel mee eigenlijk. Het is niet zo fel. Maar ik voel wel dat ze stijver zijn als andere keren. Ik heb ook wel een beetje meer gevraagd als andere keren. Want andere keren was trek uitgewerkt bij mij. En dan, allee, na een maand zag je er al niks meer van. Dus ik zei, doe deze keer maar een beetje meer. En ja, het is wel duidelijk dat er wat meer in zit. Dat betekent dus ook dat het nog meer gezwollen is en strakker staat. Oh god. Mooi. Mooi. Maar ja, oké. Zo zien ze er dus uit. Het is de eerste keer wel ook dat ik er wat last van heb. Allee, last. Ja, het is natuurlijk niet zomaar iets wat je laat doen op 1, 2, 3 je lippen. En dat is natuurlijk een ingreep. Dat is niet zomaar, ja, ik weet niet wat, als je tanden poetsen of weet ik veel. Of als schmink opdoen of zo. Dat is natuurlijk wel een ingreep met spuitjes en zo. En
vorige keren, omdat ik zeg, ik denk dat ik heb nu meer erin. En ik denk daarom dat ik nu ook meer last heb. Allee, last, ja. Ik heb zo'n heel trekkerig gevoel. En dat voelt niet zo aangenaam momenteel. Maar oké, zoals ik zei, alles moet nog eruit. De zwelling moet er nog uit. En in de grootte gaan ze ook nog afnemen. Dat is logisch, omdat het dag 1 is. Maar oké, genoeg over mijn lippen. Ik zal jullie de komende dagen sowieso weer wel een beetje up-to-date houden. Ik wil nog eens zeggen, ik wil niemand hier tattoo aanzetten. Zeker niet. Het is niet omdat ik dit doe, dat iemand dit moet doen. Dat je mijn voorbeeld moet volgen, echt niet. Kijk echt gewoon wat je zelf leuk vindt en wilt. En echt, omdat ik dat heb laten doen, moet jij dat niet laten doen. Het is nu 6:20. En om 7:30 moet ik bij Sam zijn ouders zijn. Maar ik wil echt nog even gaan sporten. Want het is nog maar 2 dagen tot vakantie. Dus ik ga nog even een klein uurtje. En dan ga ik naar Sam zijn ouders. En dan gaan we daar eten. We rijden apart, want Sam komt rechtstreeks van zijn werk. Ik zal nog 1 keer in close-up mijn lippen laten zien. Daar zijn ze. Ik zie jullie zelfs. Wij zijn terug thuis. Hey. Hey. Hello. Hier bij de katjes. En bij deze katje. En dit is de update van mijn lippen. Ze voelen vooral van boven. Oh, kom toch eens kijken. Kom toch eens kijken naar mijn lippen. Ja. Ze voelen heel stijf. Vooral mijn bovenlip voelt echt heel stijf. Ik kan niet heel goed praten of zo. Allee, ik kan wel goed praten, maar ik bedoel. Dat is moeilijker. Kom je ook eens kijken? Kom, Wilks. Nope. Maar zoals je ziet, ze zien wel wat blauw hier. Hier, hier. Oh, die komt er op mij. Muffin? Oké, Muffin heeft besloten om op mij te komen. Hey. Cutie. Hey, Muffin. Hey, Muffin. Kom hier. Wat? Kom eens bij papa. Die zit net op mij. Nee, niet op mij. Ja, ja. Want stiekem wel die met mij. Mm-hmm. Ik dacht dat ik dat was. Komt jij maar bij mij, hè, Milks? Nee, niemand. Dus ik hoop dat morgen wel mijn bovenlip iets minder. Oh! Iets minder. Dik is. Ja, dik is. Ik was aan het kijken wat Murren het was. Allee, niet dik, gewoon minder stijf. Die voelt zo stijf, niet helemaal. Nou ja, oké. Okay. I will keep you guys posted. De vorige keer had ik dat niet. Maar misschien omdat die nu wat meer erin zit, ik weet het niet. Zullen we zien? En ik denk dat wij gaan slapen, hè? Ik was weer really, really tired. Ik moet morgen nog op collectie. En dan vrijdagavond vertrekken we naar Amsterdam. Morgen is het donderdag. Dus morgen gaat nog een vermoeiende dag worden. Ik moet mijn koffer nog maken. Ik heb zo al een paar dingen klaargelegd. Ja, jij kunt dat morgen. Ik ga dat morgenavond, heb ik vrij gehouden. Dan ga ik mijn koffer maken en alles klaar. Ja, ik heb niet vrij morgen. Ik ben pas terug om 11 of zo. Maar misschien dat ik dan nog wel een paar dingen kan doen. Ik ga zien. Zullen we morgen zien. Nu gaan we alles in slapen. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Dus zeker thumbs up. Maar ik zie... Ik lijk niet op mezelf, zo hè? Nee, je ziet er echt heel anders uit. Ja. Ik vind het echt heel raar. Maar dus keep in mind, dit gaat allemaal nog
heel fel afzwakken. En dat is gewoon omdat het de eerste dag is. Ja. Ben ik blij zo. Ja, samen is niet zo fijn, hè. Maar ja, van dit ik nu ook niet, hè. Dat mag wel wat minder zijn. Oké, wij zien jullie morgen.